Vandaag gaat het stro onder de aardbeien. Dan wordt het weer echt de strawberries of strobessen. Dat ziet er niet alleen leuk uit, maar dat is om je aardbeien schoon en droog te houden. Als het regent, dan verzamelt het water zich onder het stro, dus dan blijven je aardbeien schoon. En er komt ook geen opspattende aarde op, dus twee keer winst. Nou, daarnaast vind ik het er ook nog heel mooi uitzien. En hier, omdat ik ze op doek teel, heeft het ook nog als gevolg dat het worteldoek door zijn zwarte kleur iets minder heet wordt. En dat de wortels van de aardbeien daardoor ook wat minder heet worden. En daar houdt aardbei van, want dat is eigenlijk een bosplant. Dus, we gaan het er even anders uit laten zien. Zo beginnen we. Ik heb een paar strobalen gekocht. Aan de slag. Het lijkt een hele klus, maar als je helemaal begonnen bent, valt het wel mee. Ik til de plantjes op, inclusief de groeiende beginsels van de aardbeien. En dan zorg ik dat het stro onder de bladeren en de vruchten zit. Zodat als ze groeien en zwaarder worden, dat ze op het stro zakken. Je moet natuurlijk bij sommige rassen wel even uitkijken dat je niet te veel aardbeien bedelft onder het stro. Want dan vind je ze niet meer terug. Maar met een klein beetje opletten gaat het meestal wel goed. Je ziet in mijn bedjes dat het ook heel rasgebonden is. Sommige aardbeien hebben flinke bosloof en groeien hoog op. En de aardbeien die groeien eigenlijk heel dicht bij de grond. En daar heb je dus iets meer aandacht nodig om de stro onder de vruchtjes te krijgen. Maar goed, het is het waard, want je krijgt dan straks schone en droge aardbeien om te oogsten. Kijk, hier is bijvoorbeeld een ras wat heel mooi hoog opgroeit. Dat is voor het stroleggen natuurlijk ideaal. En als de aardbeien dan zwaarder worden, zakken ze vanzelf. Maar het loof blijft er mooi bovenuit steken. Nou, dat ziet er super uit. Nog even de boogjes afmaken op het tweede stuk. En daarna gaat er over een dag of wat net overheen. Het is wel belangrijk dat de bijen er ook bij kunnen om en andere insecten om de boel te blijven bestuiven, anders krijg je geen vruchten. Maar dan gaat er net overheen en dan blijft ze schoon en droog, beschermd tegen vraat. En de bodem blijft wat koeler en dus wat vochtiger. En is de enige aandacht nog nodig voor plukken.